Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto weinig wolken boven Nederland, wel boven het oosten van Duitsland. Maar daar hebben wij vandaag niet mee te maken. Bij ons vanochtend al volop zonneschijn en een temperatuur tussen de 11 en de 14 graden bij niet al te veel wind vanuit het oosten. Vanmiddag trekt de wind aan tot hooguit windkracht 3 vanuit het oosten. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden. Er ontstaan wat onschuldige stapelwolken, maar de zon voert de boventoon. Vanavond een mooie, heldere avond en de temperatuur gaat dalen naar 15 tot 17 graden. Prima avond om te barbecuen. Er staat niet al te veel wind. Vannacht ontstaat er misschien een enkele mistbank. Die is morgenochtend vroeg weer snel verdwenen. En dan hebben we morgen wel wat meer bewolking, maar toch ook wel genoeg zonneschijn. En de temperatuur loopt op naar zo'n 20 tot 23 graden en dat is een graadje warmer dan het vandaag wordt. En het blijft ook droog. Op dinsdag wordt het nog iets warmer. Zomerse waarde van 25 graden wordt gehaald. Er zijn wel wat meer wolkenvelden en misschien in het zuidwesten een enkele bui. Woensdag en donderdag dan wordt het wisselvallig. Maar de temperatuur die blijft op woensdag nog aan de hoge kant met 25 graden. Op donderdag gaat de temperatuur weer naar beneden. Dit is Diane Woei van Weerplaza.nl.